Een goede avond, dames en heren. De Ronde van Frankrijk van dit jaar is 3360 kilometer lang en vandaag zijn daar 13,8 kilometer van afgelegd. Dat is niets, denkt u, maar toch genoeg om een eerste aflevering van Vive le Vélo over te maken. In Utrecht kon je vandaag op de koppen lopen, maar wij hebben de rust net buiten de stad opgezocht. De rust van kasteel De Haar. De Haar is het grootste kasteel van Nederland. De eerste sporen ervan gaan terug tot eind 14e eeuw. 500 jaar later was het niet meer dan een ruïne en werd het heropgebouwd onder impuls van baron Etienne van Zuylen en zijn vrouw barones Hélène de Rothschild. Vanavond zijn hier Leontien van Moorsel en Peter van der Meers te gast. Leontien van Moorsel werd 4 keer Olympisch kampioene, was 9 keer wereldkampioene, 2 keer winnares van de Tour Féminin en is nog altijd werelduurrecordhoudster bij de vrouwen. Peter van der Meers is dan weer een Belg die in Amsterdam woont, al 5 jaar aan het hoofd staat van de krant NRC Handelsblad en wielrennen in zijn Vlaamse genen heeft zitten. Onze tafel staat op het grasplein voor het kasteel in een park van ruim 400 hectare groot. Welkom in de eerste aflevering van Vive le Vélo 2015. Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. We waren vandaag als de dood voor onweer. Dat kan snel opkomen, maar als we de buienradar mogen geloven, dames en heren, dan zitten we veilig voor het komende uur. Veilig bij Leontien van Moorsel en Peter van der Meers. Welkom allebei. Leontien, bang voor de bliksem? Ja, ik hoop dat hij wegblijft. Maar ik hoop dat hij sowieso de eerste 24 uur dat we geen bliksem gaan krijgen. Ja, het is een beetje afgekoeld. Ik denk niet dat het gaat bliksemen vanavond. Maar voor morgen zou het minder zijn, hè? Nou ja, voor de koers zou het goed zijn, denk ik. Ja. Dat is wel heel erg spectaculair. Maar ik denk voor alle events die georganiseerd worden morgen is het natuurlijk niet goed. Wij hebben zelf 1000 gasten morgenmiddag. Dus ik hoop echt gewoon dat het droog gaat blijven. 1000 gasten in het Leontienhuis. Daar gaan we straks over praten. Heel mooi initiatief. Fantastisch initiatief, moet ik zeggen. En je hebt te weinig medelijden met de coureurs als je het hen wel toewenst, vind ik. Nou ja, nee, de bliksem is misschien een beetje overdreven, maar het is natuurlijk wel wind, mooi, hè? Als we wind krijgen. Dat hoort bij Nederland, toch? Zeker bij Zeeland. Hè? Ja, vind ik wel. Gewoon lekker allemaal waaiers en iedereen moet vechten voor zijn plek. Dat is toch gaaf voor de koers. Laat die bliksem maar achterwege, maar wel gewoon lekker windkracht 5, 6. Ja. Leontien, dit is een Vlaming, hoofdredacteur van een Nederlandse krant. Eerlijk, kent die hem voor vandaag? Nee, maar ik ben wel blij dat ik deze man heb leren kennen. Ja, Leontien leest de verkeerde krant. Ja, De Telegraaf en AD en niet NRC, vrees ik. Maar misschien na vandaag wel, hoor. Ja, dat is lief. Ja, ik ging zeggen, misschien zeker, moet je haar bekeren, zeker, maar het is al gebeurd. Ja. Ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Jij kende haar wel, natuurlijk. Ja, natuurlijk kende ik haar wel. Ik kende haar lang voor ik in Nederland kwam. Toen ik, door het wielrennen te volgen. En door in de jaren 90 te zien, begin van de jaren 2000, wat ze allemaal deed. Dus ik ben heel vereerd dat ik naast haar mag zitten. Als ik zeg dat zij een monument is, dan lig ik niet, denk ik. Nee, je ligt niet. Zij is een monument. Hè. Ze is ooit, zoals Joop Zoetemelk is uitgeroepen tot beste Nederlandse mannelijke wielrenner. Is Leontien ooit uitgeroepen tot beste Nederlandse vrouwelijke wielrenner. En ik denk eigenlijk een van de allerbeste aller tijden wereldwijd. Dus Leontien is een monument. Ja, we hebben heel veel jonge kijkers bij dit programma. En misschien is het voor hen interessant om jouw carrière nog eens te tonen. We hebben dat gedaan in een kort filmpje. Het is een dikke minuut, maar zelfs iets meer dan een minuut. Hè. 80 seconden, 80 verrukkelijke seconden. De carrière van Leontien van Moorsel. De regerende wereldkampioen tijdrijden is op weg om Olympisch kampioene achtervolging te worden. Ze wint goud. Van Moorsel rukt zich los. Ze gaat Olympisch kampioene worden. Zaterdag de tijdrit, parcours. Vooraf was je daar niet echt over te spreken, maar nu? Nu nog steeds niet. Parcours hebben ze niet veranderd. En ik ga vanavond helemaal uit mijn dak. Dus ik denk dat ik een beetje met een kaart op de fiets ga zitten. De absolute koersvrouw van het jongste decennium. En zeggen dat ze gisteren nog zei, ik heb er geen zin meer in, ik wil naar huis. Ja, is het lang geleden dat je deze dingen terugzag?
Ja, maar ik kijk hier wel met een dubbel gevoel naar. Er zitten hele mooie beelden zitten ertussen. Maar ja, als ik kijk naar de beelden toen ik de Tour won in het begin jaren 90, dat is voor mij toch echt wel een dubbel gevoel. Dat had eigenlijk de mooiste periode in mijn leven moeten zijn. Omdat je droomt als jong meisje om één keer de Tour te winnen. En dan win je hem en dan gaat dat samen met een groot eetprobleem. En dan kun je op dat moment kun je daar niet echt van genieten. En dat zie je ook op het moment dat ik op het podium sta. En, dus dat is een beetje dubbel. Ik kijk liever naar de beelden dat ik Olympisch kampioen werd en wereldkampioen in eigen land in Valkenburg. Daar zie je echt gewoon een sportvrouw die de balans heeft gevonden in haar leven. En, ja, het is wel een thema in het wielrennen, hè? Magerzucht, anorexia. Je ziet echt flinterdunne coureurs, zowel bij de jongens als bij de meisjes. Het is een probleem waar we straks misschien nog eens uitgebreid op moeten doorgaan. Maar nu misschien heel snel. Is daar een oplossing voor te vinden of gaan we dit niet tegenhouden? Nou, het is natuurlijk heel erg moeilijk, want topsport is natuurlijk balanceren op een heel dun koordje. Mm-hmm. Maar je moet wel zorgen dat je blijft balanceren en dat je er niet afvalt. En als ik vandaag naar Froome kijk, dan ja, ik vind het heel breekbaar. Mm-hmm. Ja, en als ik dan ook zie hoe dat hij de proloog rijdt, dan denk ik van, volgens mij, hij is een stuk magerder. En volgens mij is hij ook een beetje van zijn kracht verloren. Want ik heb niet het idee dat iedere pedaalslag raak is. En dan maak ik me wel een beetje zorgen. Dat gaat de komende 3 weken moeten blijken. Ja, misschien heb ik geen gelijk, maar ik vind het er heel breekbaar uitzien. Mm-hmm. Straks meer daarover. Eerst even over Utrecht. Grand Départ in Utrecht, Peter van der Meers. Ik zat gisteren op een bankje in Utrecht en ik dacht, een fietsstad zoals Utrecht, dat kennen wij bij ons niet. Dat bestaat gewoon niet. Het is echt de voorbije maanden hier bijna geëxplodeerd rond Utrecht. Utrecht is een beetje, ik mag dat niet te luid zeggen, maar toch, is soms een beetje de gefrustreerde stad van Nederland. Je hebt Amsterdam, eerste stad, Rotterdam, tweede stad, Den Haag, derde stad. Ja, en dan staat het podium vol en dan is de vierde stad Utrecht. En daarom was het voor Utrecht zo belangrijk om die Grand Départ hier binnen te halen. En heeft Utrecht er alles aan gedaan om hier een geweldig feest van te maken. En daar zijn ze op een fantastische wijze in geslaagd. Ja, jij was er vandaag bij, daar in Utrecht. Hè? Ja. Wij zaten hier met de voorbereidingen bezig van dit programma. Hoe was de sfeer daar? Ja, de sfeer was uitgelaten. En vanaf vanochtend vroeg op een hele vriendelijke, sympathieke, lieve, vrolijke, uitbundige manier het wielrennen vieren. En ik heb een tijd lang aan het podium gestaan van waar de renners vertrekken. Elke renner werd toegejuicht. En natuurlijk de Nederlanders uitermate veel. En zelfs ik hoorde achteraf een paar interviews van ook Belgen die zegden van, we hoorden het oortje niet. We werden zo toegejuicht met z'n allen. Dus die stad was één uitbundig wielrennersfeest. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, en toch was er commotie gisteravond en vanochtend rond de figuur van Lars Boom. Ja. Te lage cortisolwaarde en mocht in principe niet starten volgens het reglement van de MPCC, Mouvement pour un cyclisme credibele, geloofwaardig wielrennen. En toen zei Vino Kurov, zijn ploegleider bij Astana, ik ga hem wel laten starten als ik hem niet mag vervangen door Vanotti. Dat mocht niet, dus wat zei hij? Ik stap uit die MPCC en we gaan gewoon door. Ja, precies. Wat denken jullie daarvan? Ik betreur dat weer heel erg, want het begint natuurlijk weer, we zijn nog niet vertrokken, of er is alweer een vlek op dat wielrennen met een ploeg die in Astana, die een slechte reputatie heeft. En dan mag de ploegdokter, een Vlaming, dacht ik wel, zeggen van ja, het is allemaal ten onrechte. Maar het begint al met iemand die weer een foute waarde laat opmeten. Dus ja, heel, heel jammer. Maar het schijnt toch heel erg ongezond te zijn als je met die waarde die Lars Boom nu heeft van start gaat. Ja. Dat is toch niet goed voor je gezondheid als je dan start? Vandaar dat reglement. Ja. Maar waarom moet hij dan wel starten van zijn ploeg? Zijn ze dan niet verantwoord genoeg? Nou, in mijn ogen zijn ze dan niet verantwoord genoeg. Want ze hebben dat charter ondertekend, die beweging voor een meer geloofwaardige sport. En inderdaad, volgens de strikte regels van de UCI mag hij starten. Maar die ploegen hebben nooit gezegd met z'n allen, weet je wat, we gaan proberen geloofwaardigheid te creëren. En ja, dan is een van de cruciale momenten waarop dat kan getest worden, was dus gisteravond met Lars Boom, dat je dan als ploeg moet zeggen, sorry jongen, maar je gaat niet mee. Dit is nu eenmaal het spel. En wij willen, ook als Astana zijnde, geloofwaardigheid toevoegen. Ik vind het bijzonder treurig dat hij dan wel mogen starten. Ja, het kan ongezond zijn. Het hoeft niet per definitie te wijzen op dopinggebruik. Het is moeilijk, denk ik dan, om als journalist een teneur te bepalen. Ja. Hoe pakken we dit aan?
Ja. Nee, maar ik vind de ploeg, als het echt slecht is voor zijn gezondheid, moet de ploeg zeggen, ten alle tijde ben je verantwoordelijk voor de gezondheid van je renner. Dus dan moet de ploeg zeggen van ja, dan laten wij hem gewoon niet starten. Dus mocht jij ploegleider geweest zijn bij Astana, dan was hij niet gestart? Nee, als het blijkt dat die waarde heel slecht is voor je gezondheid, vind ik, moet een coach ten alle tijde zeggen van dit gaan wij nooit doen, want dat gaat ten koste van zijn gezondheid. Ja. En Lars Boom mikt heel erg op die rit in de hel van het noorden binnen een paar dagen. Als hij die wint, zit er meteen weer een vlekje op die... Ja, hij heeft hem vorig jaar gewonnen. Heeft hem vorig jaar gewonnen op een fantastische manier. Mm-hmm. Eerste ritoverwinning voor Nederland in heel vele jaren was prachtig. Maar goed, je begint alweer een Tour. Tour 2015 is weer begonnen met een klein, maar toch wel weer een schandaaltje. En dat maakt het zo jammer. Oké. Okay. En de Tour is ook begonnen met een tijdrit, openingstijdrit. Korte tijdrit, 13,8 kilometer. Iets te lang om een proloog genoemd te worden. Was dat iets wat je graag deed, Leontien? Ja, dat was wel een van mijn favoriete onderdelen. Mm. Gewoon echt puur een gevecht met jezelf. Ja, dat vind ik zo mooi aan het wielrennen. Dat vind ik geweldig als je ze vandaag gewoon dat gevecht aan ziet gaan allemaal. En die lichaamstaal, ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik zo mooi aan het wielrennen. Had je rituelen? Vaste gebruiken voor zo'n tijdrit? Ja, die had ik wel. Ja, ja. Ik heb, ik denk in het begin van mijn carrière, heb ik een soort engelbewaardertje gekregen van mijn moeder. En die had ik trouw altijd. En wat was dat? Een poppetje? Nee, gewoon een Maria-beeldje. Gewoon, mijn moeder zegt, die beschermt je ten alle tijden. Ja. Dus die had ik altijd trouw, had ik die op mijn wielerpak zitten. En dat was echt een ritueel. Ik raakte helemaal in paniek als ik die vergeten was. Mm-hmm. Warmde je op met muziek? Maar niet als je sommige renners hoort, dan is het echt van die Rambam-muziek. Mm-hmm. Maar ik had meestal René Vroger opstaan. Ja. This is the moment en dat soort muziek. Ja. Nee, er zijn grote verschillen in muziekkeuze, hoor. Want renners die vandaag hoopten om zo'n knalprestatie te leveren, die gingen heel snel in hun tunneltje met die oortjes in, die koptelefoon op die rollen opwarmen. Alles klaarmaken om alle vezels in dat hele lichaam in één keer aan te zetten. To hell voor Sepp van Marke. Peter van der Meers, mocht jij coureur zijn, met welke muziek zou je opwarmen? Ik denk met Queen, We Are The Champions. Ik denk meteen zeggen van, ik win dit ding hier ook. Dus ja. Ik zou hoog mikken. Het is wel cliché ook, hè? Het is cliché, maar het is zo goede muziek ook. Ja, dat is waar. Goed, de Tour opende vandaag dus met een tijdrit, dames en heren. Tijdrit van 13,8 kilometer in de straten van Utrecht. Kort, maar krachtig. Hier en daar een bocht, maar ook lange rechte stukken waarop heel veel tempo kon worden gemaakt. De inzet was uiteraard niet gering. De allereerste gele trui in de Ronde van Frankrijk 2015. En dan gaan we gewoon fietsen. Eerst nog een luchtbeeld van Utrecht. Heel mooi beeld van de stad. Hier komt het. Met de kerk, of is het een kathedraal? Ik ken Utrecht niet zo goed. Peter, is het een kathedraal? De Dom, juist. Het Domplein. En daar hebben we een Eritreër, Tekle Haimanot, die als eerste van start gaat om 2 uur. Maakt zijn kruisteken en dan is de 102e ronde van Frankrijk definitief begonnen.
We krijgen een slow-mo beeld. Dit is Jos van Emden die een eerste richttijd neerzet. 15 minuten en 11 seconden. Dit wordt een goede tijd. Tijd om in de gaten te houden. En daar is onze landgenoot Greg van Avermaat. 35 seconden trager dan Jos van Emden. Op dat moment eerste Belg. Dit is Rowan Dennis en die mist hier bijna een bocht. Snijdt die bocht heel slecht aan, maar dat weerhoudt hem er niet van om een uitstekende tijdrit te rijden. Beste tijd op dat moment 14:55:56. 14:56. Fantastische tijd. Gemiddelde snelheid boven de 55. Nairo Quintana, een van de vier topfavorieten voor deze Tour, zet het helmpje even goed en komt binnen in 15:57. Een minuut en een seconde trager dan Dennis, maar is geen begenadigde tijdrijder. Hij kan de schade beperken. Dit is de Franse Tourhoop. Thibaut Pinot, vorig jaar op het podium, was derde. En hij zal eindigen in 15:37. Pakt hier al 20 secondjes op Nairo Quintana. Sepp van Marke wordt vandaag met AC/DC op het oortje 36e. Tijd 15:45. Een seconde sneller dan Greg van Avermaat. De aankomst van Bauke Mollema. Hij doet het goed. Voorlopig zesde tijd 15:33. 4 seconden sneller dan Pinot. 24 seconden sneller dan Quintana. Tom Dumoulin gooit zich als een steen door de straten van Utrecht. Hij rijdt door een muur van lawaai. Maakt hij de Nederlandse toerdroom en de gele droom waar? Dat is de vraag. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Wegdroom. Hard. Door Alex. Zet Lex. Tweede. Dat wel. Tweede op dat moment. Eindtijd van Dumoulin 15:04. 8 seconden trager dan Rowan Dennis uit Adelaide in Australië. Die lacht en dan mag er een duim bij. Inderdaad, dit loopt voorlopig goed. Wie kan hem nog bedreigen? Tony Martin? De panzerwagen walst, maar walst niet snel genoeg. Ook Martin bijt zijn tanden stuk op de tijd van Dennis. 15:01. Tweede tijd, 5 seconden trager dan de Australiër. Opluchting. Op die hot seat, letterlijk hot seat vandaag. Nibali is verpakt als een ijslolly voor deze tijdrit. 13,8 kilometer, maar de opwarming is veel langer. Dan krijgen we de aankomst van Romain Bardet. Hij krijgt een stevige dreun. 16:30, verliest 1:34 op Dennis. Jean-Christophe Perrault is zijn ploegmaat. Hij doet het iets beter dan Bardet. 35 seconden beter. Om precies te zijn, tijd 15:55. Perrault was vorig jaar tweede. En dit is een viervoudig wereldkampioen tijdrijder. Fabian Cancellara voert hij zijn laatste kunstje op. Kan hij die tijd van Dennis verbeteren? Nee. 15:02 is de tijd van Cancellara. 6 seconden trager dan Dennis. Hij wordt daarmee derde. Dan aankomsten van Joachim Rodriguez. Klassementsrenner. 16:22. Zwak. Amper 8 seconden sneller dan Bardet. Aankomst van Garderen, beter. 15:38, een van de betere prestaties van de klassementsrenners. Dit is Valverde, niet goed voor zijn doen. 15:52, maar wel 5 seconden sneller dan zijn koopman Nairo Quintana. Quintana is dan dus al binnen, maar de drie andere grote topfavorieten moeten nog komen. Contador, die rijdt om 13:05. Froome om 14:05. En als allerlaatste de winnaar van vorig jaar, Nibali, om 17:05. In welke mate is hij hersteld van zijn Giro-verhaal? Froome mag jagen op Contador. Daar gaat Froome van start. Froome voor een herhaling van 2013. Daar staat Nibali. Die zijn titel verdedigt. De winnaar van de Tour van vorig jaar. En ze zijn weg. Allemaal. Stuk voor stuk. Contador voorbijgekomen op 20 seconden. Dus 1 seconde langzamer dan Valverde. En dan zit hij dus op de tabel van Valverde te koersen. Maar dan had ik daar toch net ietsje beter van verwacht. Wat doet Froome daarmee? Kunnen we dat hier even zien? Froome met een relatief grote versnelling. Normaal zien we hem meer draaien. Froome op 16 seconden. Dan zit hij dicht bij Contador. 4 seconden, voorsprong. Nibali moet nog passeren daar. Hè. Hebben we daar al een tussenpunt van? Nee, jawel. Nibali voorbijgekomen op 11 seconden. Beter dus. Beter. Beter dan Froome, duidelijk ook beter dan Contador. Contador zakt ver weg. Ja, en Quintana doet een goede zaak ten opzichte van deze mannen. Allee, ik bedoel,
een minder slechte zaak dan dat we gedacht hadden. Wat zakt Contador wel ver weg. Dat moet een van zijn magerste tijdritten ooit zijn. Bijna een minuut. 57 seconden. Ja, dat 58 wordt 58, ja, dus 2 seconden langzamer dan Valverde. Goede tijdrit dan zit er niet in voor Froome. Hier had hij eigenlijk al een tik in de uitdelen en die blijft uit. Die blijft uit. Zit op 50 seconden. Ja, 8 seconden op Contador. En hij gaat van de grote vier de beste tijd neerzetten. Zal circa landen op 15.839. Tak op 43.7. Maar dit is de winnaar van die openingsetappe. Hij wint zijn eerste rit in een grote ronde en is meteen een gele truirijker. Rowan Dennis, eerder dit jaar al goed voor een werelduurrecord. Dat is ondertussen al verbroken. En dit is zijn vriendin, Melissa Hoskins, renster bij Orica Greenwich. Daar staat hij op dat gele podium, de 7e Australiër in een gele trui. Phil Anderson, Stuart O'Grady, Robbie McEwen, Bradley McGee, Cadel Evans en Simon Gerrans gingen hem voor. Een verrassing voor jullie? Voor mij was het echt een totale verrassing. Mm-hmm. Ja, ik dacht echt Cancellara, Dumoulin. Maar ik dacht aan Tommy Martin. Tony Martin. En, dus inderdaad, het was ook een verrassing. Maar goed, hij rijdt, heeft de voorbije jaren uitstekende tijdritten gereden. Mm-hmm. Dus, maar dat hij vroeg in die wedstrijd zo'n tijd neerzette, hadden we eigenlijk niemand dat verwacht. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel een hele goede keuze is geweest. Dat om hij, vroeger te starten. Ja, om vroeger te starten. Mm-hmm. Ja, ik denk dat er toch minder zuurstof in het eerste blok hebben beter gereden dan er kwam dan wat wind op in de loop van de middag. Dus het is duidelijk dat dat een betere keuze geweest is. Mm-hmm. Als je dan kijkt naar zo'n tijdrit, want je was daar, let je dan vooral op de Belgen of de Nederlanders? Ik moet zeggen op beide, maar nu natuurlijk heel erg op de Nederlanders, omdat ik ook in die gele koorts van Dumoulin ben meegenomen. Het is van 1989 geleden dat we een Nederlandse man in een gele trui gezien hebben, Breukink toen. Ja. Dus 26 jaar geleden, er is niemand die jonger is dan 30 jaar die zich hier kan inbeelden wat het is om een Nederlander in een gele trui te hebben. En dus ik was wel meegenomen in die sfeer. En overigens hebben de Nederlanders het dan ook wel heel goed gedaan vanmiddag. Je spreekt met passie en vuur over Nederland. Ja, nou, je woont hier nu 5 jaar. Ja, je kan de nationaliteit aannemen. Ja, precies. Ik kan nu, binnen een paar weken, woon ik hier officieel 5 jaar, kan ik de nationaliteit aanvragen. Ga je dat doen? Ja, ik twijfel eraan. Ik heb het een paar keer gezegd. Ik ben er een boek over aan het schrijven, over de zoektocht naar wie en wat is Nederland. En je kan natuurlijk zeggen, waarom zou je het doen? Wel, er is één belangrijke reden om het te doen. Ik kan hier wel stemmen voor de gemeente. Ik stem in Amsterdam voor de gemeenteraad. En voor de Europese verkiezingen op Nederlandse lijsten. Maar ik kan hier niet stemmen op de Tweede Kamer, op het parlement. En dat vind ik eigenlijk wel belangrijk. Ik woon hier, ik maak hier deel uit van het maatschappelijk debat. Ik betaal hier mijn belastingen. Dus waarom zou ik dat niet doen? Ja. Moet je dan dat Nederlands accent ook niet gaan aannemen? Ja, ik probeer dat al heel de avond een beetje bij te sturen. En, dat probeer ik bewust niet te doen, dat Nederlands accent, omdat ik het dat zo... Dat is om de Vlaamse identiteit te bewaren. Nou, en ik merk wel dat ik veel nauw, dus dat... Maar toch, als je nog langer in Nederland blijft wonen, en de toekomst ziet er zo wel uit, dan gaat dat vanzelf, denk ik. Dat vrees ik ook. Ja. Zeg, over de Belgen valt weinig te zeggen in deze openingstijdrit. Van Marken, 36e op 49 seconden. Ja. Dat is ver. Ja, dat is ver. Dus de Nederlanders staan met 5-6 mensen in de top 20. De Belgen hebben echt geen goede tijdrit gereden. En ik denk overigens dat met mijn, zeg maar, dubbele nationaliteit ik deze Tour meer zal hebben aan de Nederlanders dan aan de Belgen in het algemeen. Nou, maar ik denk dat Sepp van Marken wel hele goede zaken gaat doen in de vierde etappe. Ja, ja. Jij ziet hem in die kasseirit. Ja, ik zie hem echt. Als ik zie hoe hij in het voorjaar heeft gereden, hij zat overal bij. Dan denk ik van ja, die etappe is echt op zijn lijf geschreven. Ja, overal bij, maar niet gescoord in dat voorjaar. Af en toe een beetje pech gehad. Een paar mindere wedstrijden, maar vooral heel veel pech. En vandaag vond hij het in elk geval heel erg leuk, hoor. Kijk, dit is een tweet die hij de wereld instuurde. Sepp van Marken zei, ik wil nog een keer, ik wil nog een keer, ik wil nog een keer. Fantastisch. Doof. Tour de Sepp. Ja, en dat is het. Dat is die ambiance. Was voor iedereen moet die zo fantastisch geweest zijn. Het doet een beetje denken aan wat er in Engeland vorig jaar in die eerste ritten ook was. En dat vind ik ook zo leuk. Dat Nederland, die koele Nederlanders in veel geval, dat die er wel dat feest van gemaakt. En de zon was natuurlijk van de partij en noem maar op. Dat feest. En dat die heel veel van die renners zo genoten hebben ook van dat feest. Mm-hmm. Dus ook ze hebben. Hoeveel Nederlanders waren er op de been? Een kwart miljoen. Ja, ik lees tussen een kwart miljoen en 350.000 wordt er gezegd. Er was aanvankelijk
was er gezegd dat er 800.000 of misschien wel een miljoen zouden zijn. Nu ook veel mensen zijn omwille van de warmte thuisgebleven, want er zou inderdaad wel een 250.000 tot 350.000 mensen. Het stond rijen dik. Ja. Ik had het idee dat er veel meer mensen aan de kant van de weg stonden. Ja, maar goed, 28 kilometer, dat is 28.000 meter. Ja. Dus als ze per meter met 10 staan, dan zijn er 280.000. Ja. Ja. Dat zou wel kunnen, hè? Want ja, dat zou wel kunnen. Ja. Het is vijf rijen dik als ze twee per meter. Ja, ja, juist. Ja, dat is veel volk. Oké, na één dag van deze Ronde van Frankrijk is de top 10 van de rituitslag natuurlijk ook de top 10 van het algemene klassement. En dat gaan we eens bekijken. Dennis aan de leiding, Martin op 5 seconden, Cancellara op 6 seconden, Dumoulin op 8, Van Emden op 15, Castroviejo op 23, Brentle op 23 ook, Mallory op 29, Kelderman, Wilco Kelderman op een halve minuut. Kelderman vorig jaar zevende in de Giro. Cummings op 32 seconden tiende. Gesink viel daar net buiten trouwens, elfde. En dan kijken we ook naar een aantal belangrijke namen voor het klassement. Uran staat 17 op 40 seconden. Pinot 18 op 41. Van Garderen een secondje verder. Nibali nog een secondje verder dan Froome. 7 seconden achter Nibali. Valverde die staat op 56 seconden op 13 van Nibali. Contador geeft er toch al 15 prijs op Nibali. Perrault dan 59 seconden achter de ritwinnaar. Quintana op 1:01. Die heeft de schade weten te beperken. Maar de grote verliezer van de dag is Romain Bardet. Ik zie hier geen Nederlanders tussen staan. Tussen de favorieten. Ja, jullie staan Bauke Mollema over op die, ja, dat is waar. Maar die heb ik vernoemd. Oh ja, oké. Het is je vergeven. Ik steun jou. Heel goed, en er zaten goed, er al drie in de top 10. Oké, helemaal top. Helemaal goed. Oké. Maar het is waar, Mollema had daar ook kunnen tussen staan, maar moesten kiezen. Er kon er maar 10 op een blad. Je zegt Oeran of Mollema. Ik zei, doe maar Oeran, want dan gaat Leontien heftig reageren. Ja, dat is waar. Het gaat een open tour worden, denk ik. Als je dit ziet. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het zo dicht bij elkaar ligt dit jaar. Is er niet eentje die er met kop en schouders bovenuit steekt. En dus om te beginnen tussen die vier. En dan vind ik dat Quintana toch wel met de beste kaarten mag gaan slapen vanavond. Hij verliest heel weinig in die tijdrit. Maar ook als je ziet wat Pinot doet, is toch wel verrassend. Hij doet het goed. Ja, vorig jaar in de laatste tijdrit verloor hij heel veel tijd. Maar dit jaar al betere tijdritten gereden. En vandaag van de klassementsrenners. Ja. Van de topfavorieten, laat mij Mollema daar niet bij rekenen. Bij de topfavorieten. Maar Pinot, die stond vorig jaar op het podium wel. Die doet het uitstekend, inderdaad. Wie is jullie persoonlijke favoriet aan het eind van de rit? Nou, ik hoop gewoon dat ze er gewoon een hele mooie strijd van gaan maken. En dan maakt het mij eigenlijk uiteindelijk maakt het mij niet uit. Ja, ik denk dat het Quintana zal zijn. Maar ik hoop echt dat dat die Nederlanders weer wat zullen doen. Een paar jaar geleden had je Lau en Bau. En dat zorgde ook voor heel veel ambiance. Mollema en met name ook Gesink. Ik vind Gesink ook een hele goede indruk maken. Hij is heel relaxed. Hoop ik echt dat hij top 5, top 10 kan rijden. Hij is terug. Ja. En ik gun hem dat wel. Ja. Leontien, speciaal voor jou. Meer Bauke Mollema. We laten de kijkers de komende weken de gesprekken aan tafel mee bepalen. Indien er specifieke vragen zijn voor de gasten, dan kunnen ze een tweet sturen met de hashtag vraag voor VLV, Vive le Velo. We gaan er elke avond een aantal selecteren en dit is de eerste vraag. Waarom heeft Mollema een achterlicht en het gaat aan en uit? Of heb ik last van een zonneslag en zie ik het mis? Effectief, die renners van Trek die reden vandaag, behalve Cancellara, allemaal met een klein lichtje op de fiets. Dat zien we hier. En dan ga je denken, wat is dit? Is het het motortje dat aanslaat? Wat gebeurt daar allemaal mee? Nee, dit is een campagne voor de veiligheid van fietsers. Ook overdag een lichtje gebruiken. Dat is de oproep van de trekploeg en Bond Rager. Ze vragen dat expliciet omdat de meeste ongevallen met een fiets overdag gebeuren. Omdat automobilisten tegenwoordig met sms bezig zijn, met de gps, eten en drinken. Ik hoop dat het een heel licht lichtje is geweest. Dat is allemaal extra weerstand. Het is wel heel mooi dat ze aandacht vragen voor deze campagne. Maar je zou het net op een halve seconde verliezen. Jij zou het niet gedaan hebben. Het was niet bergop, hè? Ja, nee, maar dan nog. Die 2 seconden van Mollema. Voor een goed doel. Als je daarmee mensen dat is waar. Dat ben ik met je eens. Maar maar ik heb wel tijdens de Olympische Spelen een keer gekozen om geen bidon mee te nemen. En dat had ik beter wel kunnen doen, want ik kon op het keerpunt kon ik niet meer slikken. Maar wel zo in mijn mind van, dat is extra gewicht, dat zijn extra secondes, dus ik ga dat gewoon niet doen. Ik kan makkelijk gewoon 20 keer. Net jij, die vecht tegen dit soort toestanden, bewijst hier weer hoe groot de obsessie voor gewicht is in het wielrennen. Een lichtje van 150 gram, of wat is het? Nog niet? Nee, een paar gram. Maar een seconde. Anderhalve gram. Ze zijn 2 of 3 gram. Ze zijn echt
Zo licht ik. Ja, maar je zal op een duizendste verliezen. Ja. Een duizendste. Dan vergeef je het jezelf die rest van je leven niet meer, hoor. Leontien, hoe ben je eigenlijk wielrenner geworden? Nou, dat is eigenlijk de schuld van mijn zusjes. Ik kom uit een gezin van 5 kinderen. Mm-hmm. En ik heb 3 oudere zussen. En ik ben de jongste uit het gezin van 5. En mijn broertje begon met wielrennen. Dus mijn zusjes hadden 2 weken opgepast. En toen hadden ze zoiets van, nou, daar hebben we geen zin meer in. Dus ik was eigenlijk altijd verplicht om mee te gaan naar het wielrennen. Ja, dat heb ik 1 jaar volgehouden. En toen zei mijn moeder van, vind je het niet leuker om zelf te proberen? Dan krijg je de fiets van je broer. En zo ben ik begonnen bij ons voor in de straat. En ik denk van, ja, die fiets, dat staat me wel aan. Mm-hmm. Dus ik ben heel spelenderwijs ben ik begonnen met wielrennen. Dus ik zeg altijd, het is de schuld van mijn zussen. Als ze gewoon op hadden gepast, had ik misschien iets heel anders gedaan. Maar de schuld? Nee, niet de schuld. De fiets heeft je veel gebracht? Nee, waanzinnig. Ik kan terugkijken op een waanzinnige mooie jeugd. Echt gewoon, mijn ouders hebben het fantastisch gedaan. Die hebben mij aan sport laten doen, maar daarnaast ook gewoon kind laten zijn. En ja, ik kan het iedere kind aanraden om op die manier met sport bezig te zijn. Mm. Er zit een heel alert eindredacteur, Thomas Vanet, in de regiewagen. Want die heeft dat ondertussen opgezocht, dat lichtje. Ja. Hij zat er dichterbij dan ik. 35 gram. Ah, 35, ja. 35 okay. gram. Maar dit kan een paar duizendsten van een seconde verschil maken. Dat bedoel ik. Okay. Peter, was jij niet liever sportjournalist geweest? Want je bent zo vaak met dat wielrennen bezig. Of je kijkt toch heel graag. Je komt er ook van. Nou, het gek is, toen ik solliciteerde bij De Standaard toen nog. De Standaard Groep was het toen. Standaard Nieuwsblad. Had ik 2 dingen aangestreept op mijn... Of 3 dingen aangestreept op mijn sollicitatieformulier. Dat was cultuurjournalistiek, sportjournalistiek en politieke journalistiek. Mm-hmm. En ik heb de 2 laatste... De sportjournalistiek heb ik nooit gedaan. De 2 andere heb ik heel veel gedaan. En dus dit is zo'n beetje iets dat ik gemankeerd heb in mijn leven. Omdat, misschien doe ik het ooit nog eens. Want het is natuurlijk fantastisch. Ja, was je jaloers toen de journalisten op de redactie naar de Tour vertrokken? Natuurlijk. Zeker zowel nu bij NRC als ik dan 1 of 2 mensen stuur. Maar ook toen steeds bij het Nieuwsblad. Maar 2 mensen naar de Tour. Wij zenden 2 mensen naar de Tour. Dat is niet veel, hè? Nee, dat is niet zo jullie heel zijn ook geen wij zijn ook krant niet die veel echt een sportkrant. En proberen heel veel verhalen achter het nieuws. Maar zeker een tijd in het Nieuwsblad was ik zo jaloers. Dan moest ik een formulier tekenen die verzekeringen dekte en zo. Dan dacht ik, ik zou graag zelf gaan. Hè. Aan de andere kant is het, weet ik ook, 3 weken keihard werken voor die mensen. En ze komen meestal echt afgepeigerd terug. Een beestenstil is het. Een beestenstil, maar een leuke beestenstil. Ja, behalve als je aan een tafel mag zitten met een glas wijn ja. en 2 fijne gasten. Het is tijd om de ritwinnaar en de eerste gele truidrager in deze Tour aan het woord te laten. Lieven van Gils die heeft hem uitgenodigd aan zijn tafel. De jongen is ook gekomen. Niet live, niet op dit moment, maar ongeveer 1,5 uur geleden. Dit is het gesprek. Rowan Dennis, congratulations. Thank you. What a wonderful victory. How does it feel wearing a yellow jersey around your shoulders? It's a little bit surreal, to be honest. We've been working towards this day since I announced the course, and it was a 14-kilometer time trial. And as a kid growing up, you always watch Tour de France when you get into cycling, and it's the pinnacle of our sport. So to lead it. A huge honor. Yeah, and of course a lot of emotions. And after the finish, you shared it with a woman. I suppose she is your girlfriend. She is, yes. Uh-huh. Well, is she? I thought I recognized her. She's a world champion as well. She's also a world champion on the track and in the team's pursuit and a world record holder. What's her name? She's Mel. Melissa Hoskins. Yeah. Uh-huh. Okay. So she was here today. It was a special moment to have her at the race when I won, it was a perfect day. I can imagine. Yeah. It was not just a win, it was an historic win. 55.4 kilometers an hour average. That has never been done before. No, it was, that was sort of one of those little cherries on the top of the cake. It was a little added bonus on top of the yellow. It was, I didn't know, I didn't even expect to go that fast. It was never in my mind. No, so that's an historic bike. It's still that's the bike you did it with. It still has some sweat of yours. It's still got sweat on it. Yeah. Yeah, yeah. you are a world record man. Huh? You broke the hour record in January. That's how we got to know you here in Europe. That's how we got to know Rowan Dennis. But maybe you should introduce yourself to the Belgian audience. Where do you come from? From Australia, Adelaide. Yep. But you started your career on track. Yeah, I
funnily enough, I used to be a swimmer. A swimmer, yeah. Mm-hmm. And I used to laugh at cyclists for wearing lycra. I thought it was a stupid sport. And then I got picked up through a talent identification program, which was run within Adelaide and within Australia. There's multiple of them. Mm-hmm. And they said I would be a good cyclist. Mm. So I thought I would use it for my swimming as a bit of cross training. And after 3 or 4 months, I used swimming for cross training for my cycling. Yeah. I enjoyed it so much, and it's one of those sports where you're an individual, but it's quite social as well. And you're not looking at a black line all day. It's much more interesting. Are you a social person then? Sometimes. Oh. I like to, people say I've got ADHD, but I also like my alone time. Right, right. You came to Belgium, to Europe a few years ago. You joined the Rabobank Under 23 team. You teamed up with Tom Dumoulin. Yeah. The man. The favourite today. Yeah, the favourite. And whose dream you stole, actually. Sorry about that. Sorry. Have you talked to him? Yeah, I spoke to him. Yeah, he congratulated me. Obviously, we spent 1 year together. We raced a lot together. We're always rivals in a way, but friends as well. So it's obviously it's a healthy rivalry and friendship as well. But I'm glad this time around. He's got me. He's beaten me plenty of times before, and finally I got one back. Yeah, next time maybe. Next time maybe he gets me back. Yes, we will see. Any souvenirs from your stay in Belgium? You stayed in Belgium for a while, in Lanaken. Lanaken. Yeah, I lived across the hallway from another Australian who was in Rabobank, Graham Brown. He was there for I think 10 years or 8 years. I met plenty of people around there, and still friends with a few as well. So it's a good. There was tough times. I had to learn a lot about myself, living away from home, paying bills for a change. but it was a very good experience, and I took a lot from it. You should come back to race in Belgium one day. I did. Rowan, please. would you sign a shirt to start with? Here you go. This is a shirt that our viewers can win. Ja, dames en heren, zoals elk jaar kunt u ook dit shirt weer winnen. Wat moet u doen? Even kijken naar het nummer. Ja, Vive le Vélo, sms'en naar 43-42. Go ahead, Rowan. Dus Vive le Vélo naar 43-42. And then please, Rowan, one more signature. Over here, at the table. Ja. En dan hebben we ook meteen de eerste handtekening van onze toertafelbeet van de nieuwe gele truidrager, Rowan Dennis. One more thing, yep. Rowan. Tomorrow, in the yellow jersey, the second stage to Neeltje Jans, but we have one more surprise for you. This is Andy Rees, your big boss. And this is een primeur, dames en heren. Hier weet hij nog niks van. Look at this. This is your bike for tomorrow. That is perfect. I've never had a special bike just for myself. So Rowan, that is. You know how long it took us to make? 3 months. So 3 months in advance, we knew you go to win. Okay. Thank you very much, Mr. Rees. Dus 3 maanden hebben ze eraan gewerkt. Dus de baas wist blijkbaar dat hij ging winnen. Daar gaat hij morgen mee rijden. Just be seated for a while because you're wearing a microphone. I kan niet wachten om erop te springen. It was nice meeting you. Thank you very much. Thank you very much. Rowan Dennis. See you. Ja, dat is een fantastisch beeld. Hè. Dit is de grote baas van BMC, Messenas, multimiljardair. Ja. Ik denk dat die mens rijker is dan Mark Koeken. Ja. maar die staat daar dan met een fiets vier als een kaart. Ja, maar hoe gaaf is dat? Die betrokkenheid van die sponsor. Ja. Daar doe je toch ook voor? Precies. Dat is echt op momenten... Ja, kippenvel, hè? Ja, ik vind dat heel mooi. Ik vond het altijd heel mooi, ook tijdens mijn wielercarrière. Sponsoring is veel meer dan alleen geld geven. Dat is vooral die betrokkenheid. Dan kun je een trap extra op de momenten dat het moet. Dan doe je het niet voor jezelf, maar ook voor de mensen die het mogelijk maken. Ja. Ik ga eens het thema van het tijdrijden aansnijden in deze Tour. 13,8 tijdritkilometers, individuele. Ze zitten erop, het is gedaan. Geen individuele tijdrit meer. Ik vind het bitter weinig voor de liefhebbers van een beetje geschiedenis. De eerste tijdrit in de Tour kwam er in 1934. Dit zijn foto's van toen. Antonin Magne won die tijdrit. Op 27 juli van dat jaar moest er 90 kilometer tegen de klok worden gereden.
En de foto's die komen eraan, hoor. Mm. Komen de foto's? Nee. De foto's komen niet. Jawel, hier zijn ze. Antonin Magne, op 27 juli van 1934, 90 kilometer tegen de klok van La Roche-sur-Yon naar Nantes. Op een gewone fiets. En hij zou in die Tour 22 dagen in het geel rijden. Nog altijd een record. Sinds die 27 juli was tijdrijden een vaste waarde in de Tour. Tot vandaag dus. Ja. Ik vind het eigenlijk wel jammer. Ik vind het ook heel jammer. Een ploegentijdrit zit er nog in. Ja, een ploegentijdrit, maar dat is het. En was het niet om de Fransen wat meer kansen te geven? Dat wordt toch verteld? Pinot en Bardet waren geen goede tijdrijders. Maar Pinot heeft vandaag het tegendeel bewezen. Ja. Perrault kon een beetje stand houden vorig jaar. Maar het is wat jij daar juist zei. Het is, een deel is dat hele pure, ene renner... Mm-hmm. Tegen jezelf. Ik vind het zo mooi. Ja. Maar het is willekeur van de Franse organisatoren ook. Hè? Ja. Ze doen het voor de Fransen. Misschien ook omdat ze eens een Colombiaan willen. Ja. De Tour zien winnen. In 2012 wilden ze een Brit. En toen waren er 101 individuele tijdritkilometers. En won Bradley Wiggins. Ja. Moet daar geen reglement over gemaakt worden? Minimum 40 tijdritkilometers of 60 of 80. Een soort quotum. Nou, ik zou weer bang zijn van allerlei reglementen en quota. Ja, maar je wil de compleetste bekronen. Ja. Nou, dat maakt wel de Tour heel mooi. Dat je op allerlei verschillende disciplines de beste bent. Dus ik vind het wel jammer. Maar dat moet je dan quota invoeren? Moet je zeggen, er moeten zoveel kilometers in zitten? Of, het leuke is toch ook dat... nu hebben we wat 7 of 8 aankomsten berg op. De Tour is nu zus. De volgende keer kan het weer zo zijn. Dat is ook een van de mooie dingen aan de Tour. Dat het iedere keer opnieuw uitkijken is. Wat wordt het dit jaar? En waar zouden we anders s'avonds over zitten? Te discussiëren. Ja. Ja, daar heb je een punt, maar... Voor mij had er gewoon 1 extra tijdrit in mogen zitten. Dan niet een hele lange. Ja. Dan hou je het nog steeds heel spannend. En dan hou je het open. Maar een mooie klimtijdrit. Ja, ik had dat wel gaaf gevonden. Ja. Maar goed, volgend jaar. Ooit tijdritten van 130, 140 kilometer. Ik herinner mij Raymond Impanis die een tijdrit won van 140 kilometer. Ja, dat vind ik ook niet normaal, hoor. Dat is weer onmenselijk. Dat hoeft voor mij ook niet. Het was in de tijd toen de dieren nog spraken. Ja. Oh, kijk, de dieren zijn hier in het mooie park lawaai aan het maken. Ik hoor ze in de verte. Ik heb hier reigers zien landen in de bomen. En de muggen zijn aan het prikken en zo. Ja. Dat voel ik ook, maar dat maakt niet uit. Zijn jullie hier al eens geweest voor vandaag? Misschien wel. Ja, ik heb hier volgens mij de kerstclip opgenomen voor Boulevard toen de tijd. Mm-hmm. Ja. Jij nog niet? Nee, ik was er nog nooit geweest. Ik vind het indrukwekkend. Ik ben echt flabbergasted. Zo mooi. Zo on-Hollands mooi, zou ik zeggen. Het is een imposant kasteel, dames en heren. Het heeft ook een heel belangrijke, cruciale rol gespeeld in het leven van heel veel mensen. Neem nu Geertje van Rooyen. Als 16-jarig meisje werd ze hier in dienst genomen als dienstmeid. En 40 jaar later is er gewoon nog altijd. Ondertussen is Geertje hoofdhuishoudhulp. Een vreselijk woord voor een West-Vlaming. Hoofdhuishoudhulp. Was het juist? Ja, je doet het hartstikke goed. Jij bent ook een West-Vlaming. Ja, ja. En ze kent het kasteel als geen ander. Ze fungeerde vandaag als gids voor onze Hendrik Luyten. Mijn gevoel is nog steeds dat ik mag hier werken. Ja. Ja. En ik denk, zolang ik dat heb, blijf ik het doen. Als morgens vroeg, dan is het hier zo fantastisch. Je hoort de vogels, je ziet, soms is er mist over het landschap. Je ziet het kasteel daar staan in al zijn glorie. Dan is het gewoon, ik hou ervan. Het is prachtig, het is echt heel mooi om dat te zien. Waarom het kasteel mij zo warmte geeft, is gewoon, als ik hier binnenkom, heb ik het gevoel dat het me omarmt. En ik heb ook een keer natuurlijk wel wat meegemaakt dat ik dacht, het kasteel beschermt me. Wij zaten in september jurken te kijken daarboven op de balustrade. En ik ben helemaal niet bijgelovig of wat ook, maar op een gegeven ogenblik stond ik voorover en ik voelde een hand. Die trok mij terug. En ik denk, wat gebeurt er? Brokkelde een heel stuk af van de balustrade. Dus vanaf die tijd heb ik het idee, het beschermt me. Dus wat ik ook doe, het beschermt me. Koperpoetsen is niet mijn favoriete hobby. Als je dat ziet, die pannen hier in die keuken, als je moet beginnen, waar moet je beginnen? En je handen, het ziet er niet uit, dus je gaat wel met handschoenen werken. Maar als je handschoenen uitdoet, dan heb je hele droge handen, helemaal kapot. Ik denk het wel, want er gebeurt overal wel in gebouwen dingen die jij denkt van, nou weet ik niet of dat zo is. Maar ja, ik weet natuurlijk best wel een hoop dingen, maar ja, weet je, ieder gebouw heeft geheimen. Geertje,
hoofdhuishoudhulp van dit prachtige kasteel, De Haar, ook nog een haar. Ja. Als je het maar met passie doet. Ja, maar dat zie je, dat doet deze vrouw. Heel veel passie. Ja, precies. Stralende ogen en een hele mooie glimlach. Dus die gaat volgens mij, nou ik weet het zeker, iedere dag met heel veel plezier naar haar werk. Ja, en zoals onze mensen van het licht dit kasteel met heel veel passie hebben uitgelicht. Anderhalve dag zijn ze eraan bezig geweest. Het is fantastisch. Ik sprak daar juist met een paar van hen. Hoe ze bezig geweest zijn met dit licht. Ik vind het zo mooi. Nou, wij dachten dat ze dat voor ons hadden gedaan. Hè? Dat dachten wij. Ja, maar het is voor het kasteel. Nee, het zijn echte vakmannen en ze zeiden de eerste dag, we willen absoluut uitpakken. Het kasteel is er waarschijnlijk nog nooit, letterlijk, nog nooit zo mooi uitgezien. Mm. Dat is echt vakwerk. Ja. Ja. Wij zijn hier voor de Tour. Op dit moment rijden de vrouwen ook een ronde. De Giro Rossa is gisteren begonnen. En daar horen we nauwelijks iets van. Nee, dat vind ik heel erg frustrerend. Mm-hmm. En weet je, ik vind gewoon die meiden doen zo de best. En die maken er hele mooie koers van. Waanzinnige snelheden. En dan denk ik van, het krijgt zo weinig publiciteit. Mm-hmm. Staat daar ooit iets van in jouw krant van vrouwenwielrennen? Ik moet zeggen, niet over de Giro Rossa. En, nu zat ik er net aan te denken. Dus natuurlijk, een van wij zijn daarvoor verantwoordelijk. Je wist het misschien niet als hoofdredacteur? Ik wist het. Ik had er iets over gezien op televisie. Ik was me net aan het afvragen. Het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen heeft wel heel veel aandacht gekregen. En zou je kunnen veronderstellen dat er met het vrouwelijke wielrennen ook iets gaat gebeuren? Zoals het vrouwenvoetbal, dat 4 jaar geleden wereldkampioenschap voor vrouwen stond nauwelijks in de kranten. Nu in heel veel West-Europese kranten veel aandacht. Mm-hmm. Misschien zijn we bezig met een soort inhaalbeweging. Nou, ik hoop het. Ik hoop, maar ik vind dat het wel heel erg lang duurt. Dit is bijvoorbeeld al la course, hè? Ja, maar dat is één. Dat is gewoon in het voorprogramma van de laatste etappe. Jongens, kom op. Ja. Maar de Tour Féminin die bestond vroeger wel. Ja, maar kon ik vind je ook dat niet vergelijken met de Tour van. Nou, ik heb 1 keer zelfs nog in het voorprogramma van de mannen mogen rijden. En dat is waanzinnig. Die won ik niet, daar werd ik 31ste. Maar dat gun ik de rensters van nu ook. Dat is zo gaaf, dat verdienen ze is gewoon. Is dat de ideale formule, het voorprogramma van de mannen? Ja, alles is daar aanwezig. Dan denk ik van, is dat organisatorisch niet te regelen? Ik begrijp dat dus niet. Dus zouden we dat moeten doen? Dat dan de volgende Tour de France bij wijze van spreken, dat dan het voorprogramma de Tour de France Féminin is? Ja, in het verleden is het ook zo gegaan. Mijn eerste Tour de France reed ik in het voorprogramma van de mannen. Mm-hmm. Dus toen kon het ook. Waarom kan het nu dan niet meer? Zoals in de Wereldbeker ook in het voorprogramma wordt gereden. Hè? Ronde van Vlaanderen op dezelfde dag. Maar ze zitten met hun publiciteitskaravaan en die wordt altijd maar langer. Ja, nou dan maken we die weer wat korter. Ja. En dan geven we die vrouwen ook hetgeen wat ze verdienen. Ja, akkoord. Wij geven ze beelden uit de Giro Rossa. Oh, vind ik ook fantastisch. Beelden van de proloog. Het zijn beelden van gisteren. Kijk, dit is de trofee voor de Giro Rossa. En dan is er een start. En die proloog wordt gewonnen door een Nederlandse, Annemiek van Vleuten. In de Sloveense hoofdstad Ljubljana, trouwens. Van Vleuten wint 1 seconde sneller dan een andere Nederlandse, Lucinda Brandt. Roxane Kneteman is derde. En ook op plaatsen 4 en 5 Nederlands. Kijk, nou. Daarom wordt het Nederlander worden. Hè? Ja, maar daarom verdienen die meiden ook meer publiciteit. In onze krant. Kijk, dat bedoel ik. Ja. En ik had heel graag beelden getoond van de rit van vandaag. Ja. Die beelden waren ons beloofd door de organisator, maar ze zitten nog in Slovenië. En die beelden van gisteren zijn pas om 10 uur vanmorgen bij ons beland. En die beelden van vandaag komen dan morgen weer. Maar ze hebben ons beloofd dat er beterschap komt en dat we elke avond kunnen beelden tonen van dit Giro. Nou, dus wat ben ik trots op mijn buren. Heel erg trots, dank je wel. Dat typeert dan toch wel weer het amateurisme waar het in baat dat die beelden gewoon niet bij ons geraken. Ja, maar ze zijn het ook niet gewend. De organisator kan daar toch voor instaan? Ja, dat weet ik, maar dit zijn ze niet gewend. Mm. Dus daar moeten zij, met elkaar moet je daar wel ook op in gaan spelen. Mm-hmm. Dus maar ik vind wel mooi dat jullie het een platform geven. Ja. Is er een discussie in Nederland over wie de beste is? Leontien van Noorsel of Marianne Vos? Nou, ik denk. Mag ik zelf het antwoord geven? Ja, je mag het antwoord geven. Ik denk ik dat ben heel zij nieuwsgierig naar je antwoord. Nou, ik denk dat zij technisch vele malen beter is dan dat ik ooit ben geweest. Als ik Marianne Vos op een fiets zie zitten. Ja, dat is gewoon een man. Die is technisch gewoon 1 met de fiets. En als ik een bocht instuurde, dan moest ik 3 keer sturen. Doordat ik altijd die angst heb gehad op de fiets. Ik denk alleen dat gewoon het vermogen van mij groter is geweest in de tijdritten. Maar gewoon in een wegwedstrijd, hoe zij de koers leest, is ongelooflijk. Dat is gewoon een vent. Dat is echt gewoon technisch gezien is zij vele malen beter dan dat ik ooit ben geweest. En 2 indrukwekkende eerlijsten.
Ja. Dat wel. Ja. Ze wekt ontzag op. Dat heb jij gemerkt vandaag, Peter. Ja. Peter is samen met Olivier de Wilde, onze redacteur, op pad gegaan om stemmen te sprokkelen. Stemmen over deze Leontine van Morsel. Leontine is not only super famous, successful ex-cyclist. She is also a wonderful woman. And why is she a wonderful woman? She is good looking and she has a good heart. Wie of wat is Leontine van Morsel? Een wielrenner. In een wielrenner? Ja, een hele goeie. Ja, wat zeg jij? Een hele goeie. Ja. Hoe goed? Heel goed. Hoe goed? Op een schaal van 0 tot 10? 10. Nou, Leontine is denk ik de beste wielrenster ooit op aarde geweest qua prestaties. En een echte karaktervrouw en ambassadrice voor de sport. Was ze de Joop Zoetemelk van de vrouwen? Ja, daar kun je het wel mee vergelijken. Ja, dus de beste Nederlandse renster ooit? Nou, dat was inderdaad. Est-ce que elle est plus grande que Jeannine Longo pour l'histoire du vélo féminin? Non, je ne pense pas pour l'histoire. Ah non? Non, non, Jeannine Longo, c'est 20 ans de carrière. Ouais. Non, je ne pense pas parce que Jeannine a couru beaucoup plus longtemps qu'elle, donc elle a accumulé plus de titres qu'elle. Ouais. Mais à une certaine époque, je pense qu'elle était plus forte que Jeannine Longo pendant quelques années. Poe zegt, Jeannine Longo, dat is een carrière van 20 jaar. Het is er een van 40 jaar. Ze gaat naar de 60 en ze fietst nog. Ja, ongelooflijk. Mm. Daar heb ik wel heel veel respect voor. Ja. Maar het was niet je vriendin? Nee, ik zou niet, als ik in Frankrijk was, dan zou ik niet een pakje koffie bij haar gaan drinken. dat nu ook. Maar als sportvrouw enorm veel respect. Ja. Dat je dat op die manier zoveel jaren weet vast te houden. Mm-hmm. Met zoveel discipline. Ja, daar moet je respect voor hebben. Ja, ik heb hier een Vlaams wielertijdschrift bij me, Bahamontes, genoemd naar de adelaar van Toledo. En daar staat een interview in met Jeannine Longo. Ze wordt als de vrouwelijke merks bestempeld. En daarin is ze echt niet lief voor jou. Oh. Ik kan ze even zien. Alweer niet. Waarom? Nee, het is zo lang geleden. Zij zegt over jou, ze was een echte wieltjeszuigster. Dat mens nam nooit eens over, maakte jamais koers, altijd berekend, geen greintje panache. Ik noemde haar de boekhoudster. Ik herinner me een beklimming van Alpe de Wist, waren de beelden die we zagen. En ze kwam niet één keer uit mijn wiel om dan het algemene klassement met 8 seconden te winnen. Volgens mij is dat een kracht, berekend koersje. Ja, dat is ook een kracht die ik meekreeg van toentertijd mijn ploegleider Piet Hoekstra. Die was denk ik Jeannine Longo ook vele malen sterker dan dat ik was. Maar ik was de slimste. En ik wist dat ik op die manier de Tour kon winnen en ook de etappen. Want als zij mij had verrast, ik had niet meer de benen om te kunnen reageren op een hele tempoversnelling. Dus ik moest op die manier koersen, anders had ik die Tour niet gewonnen. Mm-hmm. Ze heeft je ook nog eens beledigd na het WK in Valkenburg. Hè? Ja. Toen je daar wereldkampioene werd. En ik denk dat je daar allemaal heel veel kracht uit gehaald hebt om haar werelduurrecord af te snoepen in 2003. Dat stond al 3 jaar en toen trok je naar Mexico stad. En daar hebben we beelden van, hè? Om dat uurrecord van Jeannine Longo aan te vallen. En hier ben je dat aan het doen. Op de piste die jullie zelf van een nieuw laagje hadden voorzien. Ja. Jij en je man Michael Zeilaert, die daar staat en al ontzettend blij is dat jij dat record gaat breken. De handen gaan de lucht in, want je gaat een kilometer sneller rijden dan Longo. Ja. Vanaf het begin ging het goed. En ja, natuurlijk heb je pijn. Het is onmenselijk, maar het is echt... ik doe het nooit meer. Oh man, die laatste 10 minuten. Ik denk, dit trek ik niet meer. Ik voel nog die pijn. ja. Heb je aan Longo gedacht in dat uur? Ja, vele malen. Ja, ik ben ze echt onwijs dankbaar. Nee, die uitlating die zij deed in Valkenburg toen ik mijn comeback maakte... Dat deed op dat moment zoveel pijn. Je kunt niet 20 kilo zwaarder worden. Ze zal wel doping hebben gebruikt. Dus je kunt haar urine beter in de Maas gooien. Dat was wat ze letterlijk zei. En toen dacht ik van, nu kan ik 2 dingen doen. Ik kan ook met modder gaan gooien in de media. Of ik kan gewoon later gewoon het record uit de boeken rijden. En dat laatste heb ik maar gedaan. Dus dat was echt de motivatie toch wel voor dat record? Ja, negatieve uitlatingen altijd omzetten in positieve kracht. Mm-hmm. Dat is wat ik heb gedaan. Valkenburg was 98. Toen kwam je terug uit een heel moeilijke periode. Waar je in het begin van de uitzending al even over sprak. Ja. Anorexia. Je woog op een bepaald moment nog 42 kilogram. Ja. Hoe is het zover kunnen komen? Nou, ik bleef presteren. En...
ik denk de mensen om me heen, die hebben een hele lange tijd mijn prestaties belangrijker gevonden dan mijn gezondheid. Totdat ik Michael, mijn man, ontmoette. En die gaf mij het inzicht dat ik als persoon vele malen belangrijker was dan al die wereldtitels en toerzegens die ik bij elkaar heb gefietst. En toen ben ik na gaan denken. En ik kwam ook steeds meer in isolement. En overwinningen maakten mij niet meer gelukkig. Dat is gewoon een hele moeilijke periode geweest. En verbeter je het dan aan de mensen om jou heen? Aan de ene kant, ik probeer me altijd wel te verplaatsen waarom mensen keuzes maken in hun leven. En het is natuurlijk ook heel moeilijk als je blijft presteren om dan een gele trui uit competitie te halen. Of iemand die wereldkampioen wordt. Maar als ze mij echt gewoon goed hadden geobserveerd, dan wisten ze dat het fysiek gewoon heel slecht met me ging. Maar hoe extreem was dat dan? Had je dan niks meer? Bijna niks? Ik at, denk ik, als ik de kilocalorieën bij elkaar optelde, nog geen 500 kilocalorieën per dag. En op 500 kilocalorieën heb ik de Tour gewonnen. Mm-hmm. En het leken nog wel hoeveelheden, maar het waren alleen maar bonen en yoghurt en dat was het. En had je hem op een andere manier kunnen winnen? Ja, dat vraag ik me heel vaak af. Ik denk het wel, want ik denk dat ik mijn tweede wielercarrière, toen ik Olympisch goud won op de Olympische Spelen, was ik vele malen sterker. Mm-hmm. En was gewoon. Maar daar moest je de kools niet op. Nee, maar uiteindelijk dan is fietsen wel mooi. Dat is wel iets wat bij mij paste. Gewoon een goede tijdrit en een sprint. En dan komt je kracht weer naar boven. Mm-hmm. Maar dan komt je hart ook boven, later, na je carrière. Ja. Je hebt een mooie carrière gehad. Heel veel gekregen van de wielersport. Ook moeilijke momenten gekend. Maar je beseft, ik ben een topsporter en ik heb een voorbeeldfunctie. En ik ga lessen trekken uit wat ik gedaan heb. En die enten op een nieuw project. Ja. Morgen is er een grote opening van het Leontienhuis, waar jullie mensen gaan helpen met eetstoornissen. Ja, dat klopt. En voor mij gaat dat ook een hele speciale dag worden. Want dat is, ja, hier zie je het Leontienhuis. Ja, het is, hier proberen we mensen met eetproblemen, dat ze weer de balans terugkrijgen in hun leven. Dit huis staat in de gemeente Zuidplas. En dit hebben we kunnen realiseren met hulp van heel veel mensen, heel veel bedrijven. En ik wil zo graag dat ze dit gevoel hebben. Want ik zou alles over willen doen uit mijn wielercarrière. Maar niet die periode dat ik een combinatie maakte tussen topsport en een eetstoornis. Dan is het leven niet leuk. En er zijn op dit moment zoveel mensen die getroffen worden door of anorexia of bulimia. En het is verschrikkelijk. Het is echt het is de verschrikkelijkste periode in mijn leven geweest. En morgen mag ik het om gaan zetten om andere mensen te gaan helpen. Dus dan is voor mij gewoon een negatieve periode is voor mij afgesloten. Ja. Dus het wordt een hele mooie, bijzondere dag. En dan passeert daar ook nog net de Tour. Mm-hmm. Gewoon het Leontienhuis. Is dat belangrijk, dat atleten, mensen met naam en faam, die naam en faam ook gaan gebruiken om andere mensen te helpen? Ja, natuurlijk. Ik denk van wel. En als je ziet wat hier vandaag leefde rond die Tour, hoeveel enthousiasme dat daar rond leeft en rond de helden daarvan, die renners, denk ik dat wat Leontien hier doet in Nederland met dan anorexia, dat ze daar echt een thema van gemaakt heeft. En een thema van gemaakt heeft dat veel verder gaat dan het medische en het feit dat zij, die er dan zelf mee geconfronteerd is. En waar iedereen van weet, toen ik vandaag die interviews deed, wezen heel veel mensen op. En ze heeft daar echt mee geknopt met die anorexia. En ze doet er nou iets mee. Dus heel breed gekend. En dan denk ik van, ja, nou, respect. Ja. Goed, we gaan nog eens terug naar de orde van de dag. Tom Dumoulin, die droomde van een gele trui. Heel Utrecht droomde van een Nederlandse gele trui. En Sammy Nairink, die is rondgetrokken in Utrecht. Is gaan horen bij alle hoofdrolspelers en nevenacteurs in dit verhaal. Gaat het lukken voor Dumoulin of niet? Dit is zijn verslag. Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude Grachie, het Vreeburg en het Wijkzee, etc. Rozet, zullen de mensen 9600 noemen, ja? Uitzoeken, jongens, pioen op te zoeken, mensen! Hoe trots bent u als ras-echte Utrechtenaar de Tour eindelijk hier passeert, op uw start? Ja, we hebben er lang op moeten wachten, dus eigenlijk ben ik wel trots. En dan is het zou het mooiste zijn als er nog een Nederlander wint, natuurlijk. Dat zou helemaal het mooiste zijn. Wie dan? Ja, Dumoulin natuurlijk. Mm-hmm.
gaat één keer in mijn carrière voorkomen dat ik die kans krijg in Nederland, zeg maar. Denk ik. Ik ben niet de grootste kans hebben, maar ik heb wel een kans. Kom, Tom. Dat gaat eigenlijk half langs mij heen en ik hoop dat ik daar heel erg van kan gaan genieten. Hopelijk nog over 50 jaar dat ik dat aan mijn kleinkinderen kan vertellen dat ik dat het iets heel speciaals was. Maar tijdens die tijd ga ik mij afsluiten en probeer ik in mijn eigen wereld te leven. De perfecte tijdrit is de tijdrit waarin je de minste pijn hebt. Dat heb ik altijd. Als ik zo gefocust ben om zo hard mogelijk te gaan en alle dingen juist doe, dan gaan al mijn gedachten uit naar wat ik moet doen en nul gedachten naar de pijn. Teleurgesteld ben je? Heb je het gevoel dat je iemand hebt teleurgesteld? Ja, mezelf. Of nee, zelfs mezelf niet. Nee. Ik vind het jammer dat het niet genoeg was. Maar het was gewoon een hele goede tijd en ik heb er alles aan gedaan. En ja, dan kan ik eigenlijk niemand iets vooruit. Wel één moment aan de aankomst met jouw vriendin, een veelzeggend moment. Je kon niks zeggen bijna. Ja, natuurlijk. Zij weet ook dat ik stiekem gewoon hoop van die hoogte van die gele trui. Ja, dat zit er dan niet in. Ja, 8 seconden, daar kan je een tour mee winnen. Ja. Als je slim bent. Maar wat hij terecht zegt, hij zegt ik krijg maar 1 kans, maar ik hoop dat hij nog een kans krijgt. 5 jaar geleden werd de tour in Rotterdam georganiseerd, nu in Utrecht. Over 5 jaar, dan is die 29, 30? Ja. Nou, dan kan het ook nog. Ja, maar er komen nog tijdritten. Alleen niet in deze Tour. Morgen wordt er gewoon gefietst. Eerste etappe in lijn, dames en heren. De tweede rit moeten we hem noemen, want vandaag was officieel een rit. Van Utrecht gaan we naar Zeeland. 166 kilometer lang, vlak parcours. De eerste massaspurt lijkt in de maak, maar er wordt onweer voorspeld. En dan zal er wind staan op de dijken. En dan kan het scheuren, want er gaan ploegen zijn die oorlog willen maken in die etappe tussen Utrecht en Zeeland. Korte etappe, dat juichen we toe. Peter van der Meers, moeten wij jaloers zijn als Vlamingen op een Grand Départ in Nederland? De tweede in 5 jaar tijd, 2010 Rotterdam, 2015 Utrecht. Ja, straks komt de Tour natuurlijk in Antwerpen en gaat hij door Wallonië. Maar dat is geen Grand Départ. Maar dat is geen Grand Départ. Die hadden ze wel in Luik in 12. Ja, precies. Maar goed, ja, moeten we jaloers zijn. Als je het feest ziet wat hier georganiseerd is, is het iets om heel zeker mee te maken. Dus laat ons maar proberen dat het ook bij ons. En Nederland is het land, volgens mij, waar er het meest Grand Départs buiten Frankrijk geweest zijn. Dus de Nederlanders slagen er wel in heel veel van die Grand Départs naar zich toe te trekken. Ja. Maar als je nu zo'n kosten-baten-analyse zou maken voor de stad Utrecht? Heel moeilijk te maken. Hè. Utrecht investeert er 4 of 5 miljoen in. Zegt dat het krijgt dan van het Rijk wat. En dan worden allerlei universiteitsprofessoren hebben dan uitgerekend dat dat een return on investment betekent voor toerisme, voor bekendheid. Er is in Nederland een heel groot debat bezig over rendementsdenken. Dat niet alles in rendementsdenken moet worden uitgedrukt. Ik denk ook de start van een tour moet niet alleen in rendementsdenken worden uitgedrukt. Antwerpen was in de running voor 2020, maar haakt af. Jammer. Mm-hmm. En waarom? Ja, te duur. Te duur. Te duur. Oké. Okay. Leontien, jij mag straks nog aan dit wiel draaien, want jij gaat bepalen naar wie Lieve van Gils morgen moet trekken voor de start. Dus dat gaan we straks doen. Eerst nog een paar afspraken maken. Op dinsdag 7 juli, dat is komende dinsdag, is er die kasseirit. En dan zitten wij op de piste van Roubaix. En we zouden heel graag, dames en heren, een 20-tal wielertoeristen hebben die op die piste aan het rondrijden zijn tijdens ons programma daar in Roubaix. Als u kandidaat bent, stuur dan een mailtje naar vivlevelo@sportza.be en dan wordt u verwittigd of u daar toertjes mag komen rijden. Leontien, geïnteresseerd? 7 juli, nee.
race, de verjaardag van onze kleine Indy. Nee, 9 juli, dan komt ze officieel het Leontienhuis openen. Okay. Ja. Wij gaan klinken. Ja. Dankjewel voor jullie komst. Hey. Voor de hele fijne en interessante gesprekken. Vive le Velo is er morgen opnieuw, dames en heren. Dan zitten we in het haventje van Zierikzee met twee nieuwe gasten. Dan komt Thijs Zonneveld, ex-wielrenner. En ook Wouter de Pree, cabaretier, komt langs. We zijn er dan om 8:40, al iets vroeger dan vandaag. We gaan eruit met twee iconen van het Nederlandse lied. Herman Brood en Henny Vrienden. Als je wint. Vive le Velo en tot morgen. Hij kijkt vooruit, ziet niets, hij denkt niet na, hij fietst. Al doen zijn benen pijn, hij moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in, hij denkt verdomd ik win. Als je wint, heb je vrienden, rij je dik. Echte vrienden, als je wint, nooit meer eenzaam. Ja, Leontien, ik denk dat je mag. Ja, mag het? Niet aan het rennertje, aan het wiel. Hop. En dan kijken waar het stopt. 148. Dan stuur jij Lieven van Gils morgen naar Haimar-Zubeldia. Oude Baskische glorie. We zullen zien wat dat oplevert. Nog eens bedankt voor jullie komst. Graag gedaan.